Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag donderdag 25 april en het is 9 uur en 27 minuten, bijna 9:30. Waarom ik er zo vroeg ben? Nou, de dood eenvoudige reden. Gisteren kon hij niet komen. Hij heeft een auto weten te shatteren en zodoende komt hij vandaag. Maar hij komt eerder dan normaal, rond 9:50. En we gaan eindelijk de kerstspullen naar boven. Ja, en dat met mijn rug. Oei, oei, oei. Nou ja, we zullen het beleven. Ja. De dieren zijn binnen. Ik ben voor ze bezig en voor mezelf. Dat we wat te eten en te drinken krijgen. Nou ja, drinken staat er altijd voor hun wel klaar. Enkel dan af en toe ze schronen. Maar ja, ik wil een koffie. Word je tenminste wakker. En Frodo en Kandel zijn net buiten geweest. Maar omdat ze ook weten dat ze eten krijgen, willen ze dus ook weer naar binnen. Ja, normaal. Het is bewolkt, maar het zonnetje is wel bezig om er doorheen te willen komen door die bewolking keer te zijn. Maar dat komt denk ik ook wel goed. Het is niet koud. Ik heb mijn vest enkel nog wel aan. Die doe ik zo uit. En dan ga ik verder met die banaan. Ja. En dat heb ik dus geen banaan. Maar doet er niet toe. Ja, en ik neem nog lekker een smoothie. Ook lekker, nooit weg. En ik zou zeggen, ja, geniet van alles wat jullie doen gaan. Ja toch, ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik moet aan het werk sowieso. En er is ook vandaag ook nog wel regen op. Dus ja, of ik eruit kom, of ik daar aan toe kom, ik weet het niet. Maar we zullen het beleven. En ik weet ook niet hoe ik van die zolder afkom. Als ik echt kapot ben. En ook Rebecca die komt vandaag nog. Dus als ik echt kapot ben, dan ga ik vanmiddag weer richting naar boven. Ja. Dus dan weten jullie dat alvast. Ik zeg, geniet van alles. En tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien, Frodo legt lekker rustig op de bank. En Eowyn kwam net naar me toe gelopen. Hé, ja nou. Ja. Dat mijn huisje is dus schoon. Ja, op de afwas, et cetera, nou, daar is het een dikke bende, maar dat maakt niet uit. Dat hangt me niet op mijn rug. Nee, toch? Nee. Ik ben met andere dingen bezig en dat boeit me 1, 2, 3 niet. Nee. Geen zin in, ik ben moe, ik ben lamlendig, ik ben dingen aan het regelen. Maar dat komt allemaal wel goed en ik ben met Mary aan het kletsen en Eowyn aan het kroelen en ik ben aan een smoothie, die is ook bijna leeg. En het is nog steeds knap weer, enkel het waait wel als een raket, maar dat kan de pret allemaal niet drukken. Ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Doe ik ook, op mijn manier. Ja, dus ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Nou, lieve vrienden, we gaan eventjes naar Mary toe. Ja, want ze had een valet van asbakken. Nou, ik had er boven op zolder nog 2 staan. Ik had hier in een kastje nog 2 staan. Ik gebruik geen asbakken meer. Niemand mag hier roken in mijn huisje. Buiten hangt er wel een asbak voor buiten. Daar mogen ze roken, dus daar heb ik toch genoeg aan. En ze moeten dat zelf bijhouden. Ja, niet ik. Ik rook niet. Dus bekijk het maar. Dus ik heb 4 mooie asbakken voor haar ingepakt. Het is schoongemaakt. En dan staan ze in dit doosje. En ik dacht, ja, de plakband houdt de doos bij elkaar. En dat is het. Dit wil niet sluiten, maar ach, het is een oud doosje. Als het maar even bij elkaar houdt, ze pakt het zo weer uit. Dus. Maar ik neem deze camera mee, niet de GoPro. Die laat ik thuis, maar deze neem ik even gezellig mee. Ja, ja. Gewoon leuk, gezellig. Ja, toch? Ja. Ze zeggen tot straks bij Mary. Nou, Mary, haar hobby is haken. Dat zien jullie dus nou wel. En ze haakt een end heen tot en met. Sjalen tot en met. Weet ik veel wat ze allemaal haakt. Driehoeken. Langwerpige. En tevens zitten we naar mijn te kijken. Ja, naar een vlog van Ikke. Ja, ja. Hoe doen we dat? K
Kijk, daar heet dat gekke mens. Ik zei de gek. Ja. En daar hebben we eeuwen in. Maar oké. We zijn hier gezellig bij Mary. Aan de koffie. Aan de koffie, ook dat heb ik. Ja, koffie. Ook gezellig. Zet er alles erop erin in de raam. Ik niet. Dus. Zit met avond niet te fotograferen, die staat helemaal vol met rotzooi. Maar we zitten hier dus gezellig naar een wijn te kijken, terwijl Mary aan het haken is. Met een deken. Met een deken is ze bezig. Wat voor een deken? Voetendeken? Ja, hij komt voor op de bank. Oké, nou ja, we merken het wel, we zullen het beleven. Dus ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis, zoals jullie wel kunnen zien. Meneertje Frodo was blij en die is blij. En Kandal was blij, maar die is nou weer naar buiten toe. Jij, blij is het vrouwtje er weer eens, hè? Ja. Ja, dat, we zaten dus gezellig even bij Mary. Op visite, ze was aan het haken en ze zat ook een vlog van mij te kijken. Nou ja, hoe leuk is dat, hè? Kom je bij iemand op visite en ze zit te kijken naar op jouw kanaal. Nou, geweldig, ja. Dus, maar nou doet Frodo weer dingen wat niet mag. Hé, potverdikkie, wat een pootje heel. En wil er een in. Dat is onze kandel. Ja, want het regent. Komt ze maar. Ja, het regent. En ik ben even op de terugweg langs mijn moedertje geweest. Op het kerkhof dus. Even een plantje gebracht. En dat vind ik iets. Dat laat ik jullie verder niet zien, nee. Dat is echt iets voor mij en de rest. Ja, ik laat het pas eens zien wanneer het een beetje opgeknapt is. Eventjes een beetje schoongemaakt worden. Ja, en dat kan ik momenteel niet. Nee. Maar ja, komt wel goed. Ja hoor. En ook met dit weer. Het waait. Het regent. Dan kan je toch niks beginnen daar. Maar ik heb er even een plantje neergezet. Dus is allemaal goed. Ja. Oh, wat binnen we lief. Oh, wat binnen we lief. Ja. Kijk, muisje. Muisje, hier. Ga muisje pakken. Nee, dan niet. Maar oké, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Ik ga weer aan de slag voor de computer. En er valt een kussen zometeen op de grond. Die is weer... Ja, doe maar nog eens. Nee. Oeh, au, i, a, oeh. Ah, je doet me zeer. Zo. Nou ja. Lekker al. Zie, nou ligt hij op de grond. Maar oké, gelijk mijn arm. Beschadigd. Nou ja. Komt. Een beetje ontveld door meneer zijn nagels. Ja. Doe ik trouwens wel zeer. Maar ja, gaat wel weer over voordat ik een oud kereltje ben en anders meneer. Ga nou even naar de kant, ik krijg geen kant. Hoppee. Een kat voor je willen. Ja, gaat goed. Hup. Dus, nou, ik zou zeggen, geniet ervan en smakelijk eten en een fijne avond en verlaat er wel trusten, slaap lekker met mooie dromen en gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan, doei. Ja, lieve vrienden, ik wens jullie als eerste een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog. Van Corina en de beestenboel de telefoon gaat. Dus ik moet helaas even opnemen. Moment. Ja, hallo? Hi. Hi, schat. Ik heb is Karin. Zeg het jullie maar even. Ik ben aan het vloggen. Oh. Ja, en ik begon net, want ik had vanochtend niet gevlogd helaas, pindakaars. Omdat ik daar gewoon niet aan gedacht heb. Maar ik heb even een vraag, maar dat gaat de kijkers even... Oh, het gaat jullie lekker niks aan, dus ik sluit even af en dan kom straks wel weer terug. Ja? Oké dan.
Ja, daar was ik dan weer. Ja, ik moest er even ervan tussen, want dit was even privé en dat gaat een ander niks aan. Nee. Het is allemaal geregeld in ieder geval. Ik heb mijn koffie gelijk achter de kiezer gewerkt. Die is leeg. Ik heb nog een klein beetje een smoothie staan. En het is prachtig mooi weer en ik weet niet wat ik zal doen. Of ik naar Nieuwerhelder zal gaan. Daar schijnt de rommelmarkt te zijn. Ik weet het niet waar. Dus ja, dat hoor ik nog wel hopelijk van Mary. En anders me niet, hek pech. Het is mooi weer. En morgen is het Koningsdag. Dan zal ik, dan heb ik geen blauw aan hoor. Ik heb nou weer blauw aan. Maar dan heb ik oranje aan, ja. En mijn poesjebeestje heeft weer eten gehad. En die heeft weer een restje laten staan. En ik moet nog ook nog steeds wat goed ophouden. Maar daar heeft deze dame totaal geen fut voor. Nee, ik ben eigenlijk moe ook. Maar ja, dat heb je ook. Wanneer je lichaam zeer doet nog van het rijden van de paasdagen. En dan vanmiddag weer aan het lopen geweest op de loopband bij fysiotherapie. Dus ja, het gaat wel door allemaal, hè. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van je dag met het prachtige mooie weer. Dat ga ik ook doen. Ja, ik zou zeggen, tot later.